Goedemorgen. Vandaag weer een vlog. Het is kindertjesdag en eigenlijk is het ontzettend dubbel, omdat we een soort rollercoaster aan emoties gehad hebben de afgelopen week. Het vliegtuig van Malaysia Airways is uit de lucht geschoten en we hebben met Rick zijn overgaan gezeten. Bij het laatste te beginnen, Rick die had 4 tekorten en die zou blijven zitten. En dat hebben we eens een keer goed bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat dat misschien niet heel handig is. Dat het beter is om een cursus te Duits te doen op het Goethe-instituut, zodat hij voor Duits een cijfer op kan halen. Ik zal alle andere details besparen, maar ik kan je vertellen dat we daar behoorlijk wat gesprekken gehad hebben op school. En ontzettend goede gesprekken op zich wel, alleen het zijn toch enorme emoties die continu heen en weer slingeren. Van wel en niet overgaan en wel of niet begrepen gaan worden. Gisteren kwam het verlossende antwoord. Rick mag wel over indien hij die cursus Duits doet. Dus we waren ontzettend blij. Desalniettemin is donderdag de 17e vliegtuig uit de lucht geschoten. Waarin een oud-klasgenootje zat van Rick. En ja, dat was best wel heel erg heftig. Die zat hier in mijn sluis op de Montessori school. En ja, ondanks dat ze niet onwijze vrienden waren of zo, zijn ze wel met elkaar omgegaan en sprak Rick, Gary heet hij ook nog. Buiten dat ben ik overblijfmoeder geweest en heb dus regelmatig hem, hoe zeg je dat, zag ik hem gewoon dagelijks. En dat was een schat van een jongen, dus het is heel bizar. Om die twee emoties naast elkaar te hebben. Maar vandaag is dus kindertjesdag. Elke eerste zaterdag van de vakantie. Ik heb een snorkel en een stiktv-kaart. Ja, precies. Maar dan vieren we dus dat wij ontzettend lieve kindjes hebben. Net als vader en moederdag. En Rick, ik en mama en papa die hebben een GoPro. Nou, hij is eigenlijk van Rick en mama. Mama die is jarig en Rick die krijgt het voor kindertjesdag. En ik ook. Ja, dat zeg je wel, maar dat is niet helemaal zo. Ja, maar is ook voor mij, want mama gaat hem op haar hoofd zetten en gaat ze mij filmen. Ja. En ik mag hem gebruiken als ik hem aan het snorkelen. Ga even je cadeautjes pakken, dan kan je ze even laten zien. Nou ja, zoals vader en moederdag hebben wij dus kindertjesdag elke eerste zaterdag van vakantie. En ondanks dat we ontzettend blij voor Rick zijn en ontzettend verdrietig om Gary zijn, is het gewoon een bizarre dag nu ineens. Want normaal gesproken gaan we natuurlijk allemaal leuke dingen doen en vinden we het geweldig. En vandaag hangt er toch een soort sluier overheen. Toch gaan we al zo meteen naar de McDonald's om te ontbijten, want dat is wat de kindertjes wilden. En moeten we nog wat opnemen bij Sportcentrum Life. Ga je het laten zien, Tess? Wacht even. We zijn bijna klaar. En ja, zo gaan we de dag dus gewoon toch vieren. Maar waarschijnlijk toch meer ingetogen dan dat we normaal doen. Wat wil je zeggen, Rick? Nou, lijkt het toch wel leuk om even de GoPro te laten zien aan de kijkers. Ja, precies. Nou, laten we zien dan, want dit is niet echt laten zien. Tada! Mooie GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Met allemaal... accessoires nog een beetje bij. Alleen moet er nog een paar accessoires erbij kopen. Zoals een, pak hem maar gewoon. Nee, Tess, pak hem maar gewoon. En zo. Dat we ook mee kunnen zwemmen en ook mee. Even wachten. Mee Rick is even iets aan vertellen. Nog een keer. Tess, laat maar zien. Nou, laat maar zien. Een stiktv-kaart en... Nog een stiktv-kaart. Ja. En... snorkel. En een duikbril, hè? En een duikbril. Voor in Italië. Cool. Kijk, die kan je aan elkaar doen. Ja, dat zien ze nu niet, schat. Je bent heel erg ver buiten beeld. Maar zoals ik zei, was de afgelopen dagen dus nogal erg emotioneel gevolg. Eén grote chaos hier in huis. Ik kan niet anders zeggen. Dus ook dat mag nog even opgeruimd worden. Maar dat gaan we waarschijnlijk morgen maar even doen. Heb je een beetje zin in, Tess? In kindertjesdag? Ja, dat wel. Ja, dat is hartstikke leuk, hè? Ja. Wat gaan we nu zo doen? Rick, zullen we vanavond gaan bowlen en eten. Maar wat gaan we nu doen dan? Naar de... En daarna? Daarna gaan we naar de natuurspeeltuin. Ja, hartstikke gezellig. Ja. Zal ik dan nog een beetje gaan vloggen dan? Ja.
met de GoPro die nieuw is. Nou, we zijn aangekomen bij de McDonald's. Moet je even lekker eten, Tess? Ja, lekker eten! Oké, het is iets over 8. Oh, we beginnen met z'n allen te vloggen. We zijn bij de McDonald's. Alden die ziet het nu al niet meer zitten. Echt, ik zou een foto van je moeten en dan ziet het er gewoon niet uit, jongens. Dit is toch wel geweldig? Ja, dat is toch gewoon lachen, zeg! Dat is toch lachen. Ja. We gaan dus bij de McDonald's ontbijten. Ja, wij gaan inderdaad nu bij de McDonald's ontbijten. Nou, dat ziet er toch gewoon heerlijk uit. Een kopje thee en helemaal en een chiderant voor hun. Even wachten tot onze maaltijd eraan komt. Ik heb mijn koffie terug, ja? Dat is koffie. Ik bedoel, dit is lekker. Thee. Kijk dan wat een schoonheid. Een McMuffin. Wow. Ben je aan het filmen? Oh, dat ziet er toch gewoon geweldig uit. Beetje aangebrand, maar ik hou ook wel doorheen. Tessa die kan het al helemaal zelf. Je gaat dus zelf er McMuffin op halen en dan kopje erdoor. Dan mag niemand helpen, dan word je ook gewoon boos. Dus dan moet ze even wachten. Geld in de zak. Wie heeft geen hulp nodig? Vierde. Rick, hoeveel van McMuffin is dit? Vier. Volgens mij tweede of zo. Vier, right? Ja. Nee, ze vierde. Hoeveel, Tess? Ze vierde. En wie heeft die laatste gehaald? Ik. De laatste twee gehaald? Ik. Maar weet je, ik heb nu twee vijfjes. Wil je ze zien? Ja. Een glimmende. Nee, niet. Die zijn allebei van mij. Oké. Waar is Tessa? Ik ga terug met Tessa weg. Ik heb een beetje meeruimte hier. Nou, we vloggen, Peppa. Dat komt nog wel. En of niet. Het, of niet. Nou, we hebben net gegeten bij de McDonald's. Oh, is er? Van de glijbaan af. Papa's gezicht, die sticht zat. Maar wordt helemaal gek voor ons die we de hele tijd aan het vloggen zijn. Maar dat valt ook alweer weer mee. Niet de hele tijd aan het vloggen. Nee, niet de hele tijd. Af en toe ben ik aan het praten. Mag ik jou. Maar je filmt nu te laag, hè? Te laag. Ja. Dan zie ik het veel beter uit. Ja. Van bovenaf zie je het best uit, hè? Je beste kant, hè? In je beste kant. Hoe zie ik eruit? Ja, weet ik niet. Is dat mijn auto, hè? Ja. Hij lijkt wel een beetje. Dit maar. Dat is onze auto hier. Dan moet je stoppen met filmen, dan lijkt het alsof we daar in stappen. Nee, we zitten gewoon in. Oh, ik ga nog wel op de verkeerde kant op ook. Nee, dit is gewoon onze mooie Ford Mondeo. Woe! Oh jee. Maakt niet uit, Tess. Dus maakt niet uit hoor. Nou, we gaan in ieder geval zo naar Sportcentrum Lijf en dan ga ik daar weer even filmen voor de yoga. We gaan eerst even hondenvoer halen. We gaan eerst even hondenvoer halen, hoor ik net. Wacht even! We moeten nu even wachten. Nou, oké, we zien jullie zo wel. We zijn op de zaak en allemaal foutparkeerders weer. De ramen stonden nog open. Het valt niet mee, kindertjesdag vandaag. We gaan nu lampen halen. We gaan zo naar Sportcentrum Lijf en daar gaan we video's maken. Eerst even natuurlijk de ramen dicht doen, want dit is ook wel een soort rampenplan. Zo. En dan gaan we yogalessen opnemen en volgens mij nog een stukje thaiboxen. Nou ja, Rick gaat het opnemen en ik breng hem even, omdat er best wel veel spullen mee moeten. Waaronder de lampen. Dus even het pand afsluiten. Het is ook niet heel handig. Dus even lampjes inpakken nu. Daar zit ik dan in de filmruimte om even de lampen halen om naar Lijf te gaan. Dus we pakken deze lamp even hier. En dan gaan we die lamp even inpakken. Dan gaan we naar Lijf toe. En daar gaan we dan, ga ik een uurtje filmen. Gewoon een half uurtje normaal yoga en dan ook nog zwangerschap yoga. Ik zou daar ook nog een stukje filmen. Ik kan daar niet te veel filmen vanwege het promotiefilmpje is. Dus jullie kunnen dat dan wel zien als ik het af heb. Gaan we even filmen en dan zie ik wel wat we weer gaan doen. Rick is ook niet erg happy aan het zijn. Een beetje moe. Een beetje moe, dat is alles. Nee, ik voel me inderdaad wel een beetje zwaar kloten en ook weer heel blij en heel verdrietig weer.
Het is allemaal een beetje verwarrend. Een beetje dubbel, ja. Ik kan me voorstellen. Voor mensen die het niet weten, dit is voor Rick de derde persoon in zijn omgeving die er niet langer is. Dus dat is best wel heel heftig. En ook allemaal in 1,5 jaar. Ja. Dus dat maakt het leven soms een beetje zwaarder. Inderdaad. Maar goed. Toch proberen we ons ook maar te concentreren op de dingen die wel prettig en leuk zijn. Tuurlijk. Dus we gaan lampjes inpakken. Ja. En dit is mijn juf, mijn yoga-juf, hallo. Samantha. Hallo. En we hebben net hier gefilmd met yoga en zwangerschapsyoga. Vind je het leuk? Dat dacht ik wel dus. Ik ben er altijd. Even. Oeh, ja. Bijna. Zodra je moet je dan filmen natuurlijk, hè? Zie je dit? Oh mijn god, het ziet er zo sexy uit. Dank je, Rick. Ja, hij is een mooi kop, hoor. Ja, maar zeg, hij is al lang klaar, joh. Heb je het al? Ja. Oh. Hij is zo snel. Hé, hey, ik kom hem, hè. Waar proberen we eens dan? Wordt het niet gefilmd? Ja. Je moet dat eerst zorgen voor balans. Ja. Eén teen en dan de zag je? Kijk. Ja. Ik heb toch veel? Yay! Die gaat in de vlog vandaag. Vind je het leuk? Ik vond het enig. Ja, er waren veel mensen leuk. Ook, hè? Nou, hartstikke had ik niet veel. Verwacht, want hoeveel graden is het? Ik denk 40. Ja. Ik zweet ook helemaal niet. Nee, en moet je even kijken voor de lol. Er stond ze ook nog onder deze. Ik zal de lamp aandoen. En de stroom zit er niet meer op. Maar goed, die dingen die worden denk ik wel. Het wordt hier denk ik wel iets van 60 graden. Dus ja. Nu gaan we nog de stoere mannen filmen. Ja. Thaiboksen. Thaiboksen. Leuk. Wij gaan niet meedoen hoor. Nee, we gaan kijken en lachen. Nou. Oké. Okay. De vlieg in een natuurlijke habitat. Nou, vond jij het gaan? Ja, ik vond het wel heel leuk. Ik vond ook dat er veel mensen waren. En ja, ze werken gelukkig allemaal mee. Dus leuke poses, leuke dingen gevonden. Ja, het was een goede yogales. Ik heb wel beelden tussendoor wel doorgeschoten. Dus dat er al leuk uitzien. Ik zeg tot zo. Oké, serieus. Moet je kijken wat mijn klokje aangeeft hoeveel graden het in de auto is. Gewoon 40 graden. Dus. Welkom in Nederland. Wat zei jij? Welkom in Nederland. Ja. De technologie van tegenwoordig staat werkelijk helemaal nergens meer voor. Je kunt dus met dit apparaatje, kan je op deze twee schermen video's afspelen. En we zijn nu dezelfde film aan het kijken op twee verschillende iPads. En ze zitten op twee verschillende, of tenminste zijn het verschillend gestart. En we hebben ook gewoon doorgespoeld en teruggespoeld. En het kan gewoon. Handig voor in de auto. Rick heeft van juf Samantha de kraai geleerd. Dus nou, dan gaat hij het laten zien hoor. Ta-ta-ta-ta, ja. Volgens mij vindt Alice dit... Ja! Heb je net 2 voeten, 1 voet? 2 voeten nou nog, hè? Yay! Goed zo! Dit is de likkende kraai. De likkende kraai is dit. De vetkote kraai. Jezus, altijd uit de zon, man. We krijgen nu de poefkraai. Zeg. Zo kan een kind toch geen serieuze yoga-houding doen? Ja, hij zit te schuiten, ik niet. Ja, right. Die Alice komt terug met de bot. Ja, heel lekker. Ja, lachend lukt hij sowieso niet. Laat mij het even. Het gaat hem niet worden. We gaan niet met iemand met een doekje op zijn gezicht. Misschien kan je even je doekje wegdoen, nee, Alvin. Laat maar. Oké. Okay. Oké, het is een beetje zwaar. Waarom schuift hij nou? Ik heb de GoPro vastgebonden op de... Oh, wat een herrie. Dat was even bij een beest kijken. Waarom ga je nou bij mij zitten filmen? Ik film een GoPro. Kijk, wat zal je nou ik, heb de ik heb de GoPro heb ik vastgebonden met een elastiek. Tadaa! Op de monopod. Alleen nou valt die om. Ik begrijp niet waarom. Dat is te zwaar, denk ik. Zo. Ja, het is toch te triest voor woorden dat ik nou weer een apart dingetje moet kopen om de GoPro vast te kunnen zetten op een monopod. Maar, daar heb ik nu een oplossing voor gevonden. Blijkbaar komt dit dingetje hierachter, komt dat eraf. Dus wij kunnen nu gewoon
vanaf alle mooie kant gewoon goed bekijken. Dan hebben we gewoon wel twee handen nodig. Nee, ik heb er nu geen GoPro in zitten. En hij zit nu niet op z'n allen straks. Maar we kunnen straks gewoon op alle punten kijken. Kunnen we ook uitrekken. En dat is ook handig voor het vloggen. Problemen opgelost. We hebben nog hoofdsteunen voor onze iPads. Voor in de auto. Leuk roze verpakkingspapier. Kijk. Tadam. Kunnen we aan je hoe heet zo'n ding? Nou ja, de hoofdsteun van de auto kan je vastmaken. Ik kom er niet meer uit, jongens. Echt niet. Drama hier. Maar het is wel heel groot. Tegen mij? Ja. Wat is groot? Nou, die hoofdsteunding. Het is echt een heel apparaat. Ja. Dan krijg je het in je nek. Nou ja, we kunnen even kijken of het past. Dat zal toch wel. We lopen nu naar beneden. Gaan we kijken of het past. Waarom ga je daar zo raar en langzaam van praten? We hebben maar 30 beelden per seconde. Anders wordt het een beetje vlekkerig, het beeld. Nee, op YouTube is het 60 beeldjes per seconde tegenwoordig. We zijn nu bijna beneden. Ja. Ik ben beneden. Ik open nu de kast. Even zoeken naar de sleutel van de auto. Ik heb hem gevonden. Ja, daar gaan we. Nee, jij maakt vrienden op YouTube. Oh, de verkeerde kant op. Haha, haha. Ha. Ik ga nu de goede kant op. We zijn hier niet op het toneel. Zo doe ik altijd. Sinds wanneer? En wie ook loopt, hè? Die voeten. Kijk dat dan. Doe de deur even dicht, anders tocht het. De deur gaat vanzelf dicht. Ah, er zit een drang erop. Dicht. De deur is dicht, gelukkig. Dan kunnen we de voordeur open doen. We lopen naar de auto. Die voet ook, check dat dan. Hij is gek geworden. Dit is de achterkant van de auto. Ik ben nu aangekomen bij de achterzijdeur van de auto. Je praat wel sneller alweer. Ja, hij gaat heel langzaam. Dus ik denk dat ik straks maar eventjes ga versnellen. Want anders worden we helemaal gek hier. Hey, het wordt kijken in ieder geval heel comfortabel. Maar ik weet niet of ik mijn iPad hierin vertrouw. Nou ja, kan eigenlijk niet zoveel meer staan, geloof ik. Rick en de iPad. Ja? Komt hij zo? Wat denk jij? Prima. Prima? Is dat alles wat je wil zeggen? Top hier, geweldig. Super fijn. Mm-hmm. Ja? Oh, fantastisch, ja. Hij is er blij mee, hoor, als jongen. Ik kan eigenlijk even filmpjes kijken. Hè? Ik heb Don Roosje voor je gedownload. Nou, waar moet ik daar naartoe? Bellen en het beest. Ik denk dat je nu geen film kan kijken. Nee, wijfie staat niet aan. Kijk, wijfie staat wel. We kunnen nu samen. Nee, dat gaat niet. Ja, dat gaat wel. Ik word een beetje duizelig. Kijk, daar ben je. Het wordt wel steeds raarder dit. En wat wil je? Gat van je zweet. Eeuw. Gat van. Goed. We hebben kabeltjes gekregen. Heel fijn. Jezus, wat doe jij nou? Wat ben je nou aan het doen? Wat zeg je met dat ding dan? Dat is een beetje embarrassing, ja? Ja, dat doet ons niet. Godverdomme, sorry, het was gek. Je hebt toch een video hier? Ja. Ja. Dus, hij is fijn. Dan loop ik wel met me. Je maakt wel geluiden die niet echt heel comfortabel zijn ofzo, zeg maar. Eeuw. Ervoor zorgen dat ze niet op YouTube terechtkomen. Dat denk jij? Ja. Waarom? Ga je gang. Take two. Ja, kijk, weet je, mensen die hebben altijd, weet je, die hebben allemaal iPod, iPad. Maar ik heb een...
Gigapot. Ja, gigapot. Wat is dat? Nou, dat is een iPod, maar dan een giga. Nee. Ja. Hallo? Een gigapot. Ja, wat is dat? Een gigapot. Ja, dat heb je 5 keer gezegd. Wat is powered dat? By innovation. Ja, dat zegt me nog steeds niks. Wat is het? Wat kan je ermee? Wat denk je? Ik heb geen idee. Zou dat zat toch op? External drive. Wat? Enclosure. Oh, een moeilijk Engels woord voor behuizingen. Waarom ga je het? Behuizing, ja. En wat kan je er dan mee? Een 3,5 inch external drive enclosure. Een... Ja, dat zegt nog steeds niks. Nou, ik ga het verder met mijn film. Ja, misschien kan je nu even vertellen wat het is. Is het is voor ons? Ja. En wat gaan wij ermee doen dan? Een drijf erin zitten. Nou ja, volgens mij zie ik er nogal verhit uit. Het is ook echt bizar warm hier binnen. Inmiddels 5:30, dus tijd om pannenkoeken te gaan bakken. Wel een heel raar beeld zo met die stok. Maar goed, geeft niet. Dus we gaan pannenkoeken bakken. Tenminste, ik ga pannenkoeken bakken. En Jasmine blijft hier logeren. Dus dat is voor Tessa in ieder geval hartstikke leuk. Rick heb ik niet meer gehoord. Dus die zit denk ik video's beneden te kijken. We hebben inmiddels een enorme hoeveelheid aan dozen uitgepakt met allerlei spullenboel die we nog nodig hadden voor de vakantie of voor de zaak. En dat is allemaal hier neergezet. Dus nou, gaan we in ieder geval even pannenkoeken bakken. Zo, de start is er. Ik heb nog aardig wat van. Tadaa! Kijk, we hebben een afwasbediening, man. Kijk. We hebben een afwasbediening. Ja, kijk, kijk. Moet aan. Dan gaat dat verder dan door. Ja, maar je hoeft niet zo ver. Hallo, hallo. Dat hoeft niet zo ver. Joehoe. Zo, helemaal topje. Hij werkt. Denk je? Hij wiebelt een beetje. Zo. Ik ben wel stevig gauw, zeg. Hey. Zo, ik wiebel even, man. Oké. Okay. Vond je van vandaag? Echt een te warme dag. Het was gewoon... Het leek wel gewoon in Italië waren, eigenlijk. Okay. We gaan er wel naartoe, maar ik denk gewoon hier blijven. Ik bedoel, het is hier even warm. Ja, het wordt morgen koeler, maar vannacht al. Ja, het gaat onweer als het goed is. Het gaat ook weer regenen. Goed, we hebben het nu over het weer gehad, echte Nederlanders. Maar hoe voel je het verder vandaag? Kindertjesdag. Oh ja, nou, wel leuk. Ja, nee, ik word echt enthousiast van jou. Oh, ik heb hier een stang, ja, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ja, we hebben ook heel veel beeld boven en heel weinig beeld beneden. Oh, 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 je moet natuurlijk nooit je onderkinder gaan filmen, hè? Dat is nooit slim. Ja, oh, oh, niet hoog, niet hoog, niet hoog. Ja, ja, nee. Ik vind het zo goed. Ja, jij? Zink. Oké. Bedankt voor het kijken. Heb je iets meer te vertellen over vandaag? Hoe waren de pannenkoeken? Nou, oh, lekker. Nee, het is niet zo'n bijzondere dag vandaag. Ik heb helemaal geen piep gedaan. Dus, je hebt vandaag yoga gefilmd. Je hebt bij de McDonald's ontbeten. Dus dat is ook niet waar. Je hebt een GoPro gehad. Je hebt een GoPro gefilmd. Ik vond het best wel cool eigenlijk. Ja, dat was het zeker. Oké, okay, nou. Dan gaan we nu deze video editen. Bedankt voor het kijken. Laat het duimpje omhoog achter alsjeblieft. Klik op abonneren. En dan zien we de volgende keer. Doeg. Doeg. Als jullie trouwens meer vlogs van mij willen zien, laat even onderaan in de reacties achter. Zou ik dat erg waarderen? En ik zeg, nogmaals, later.